Yo, what's up? JRRM, welkom weer terug bij een nieuwe video. Welkom jongens. Namaste. We zijn vandaag weer samengekomen om deze nieuwe video te beconcluren. Jongens, vandaag de dag dat ik nu leef, is er een zieke storm gaande, jongens. Er is een zieke storm gaande. Mensen waaien weg. Vrachtwagens vliegen overal heen. Het is een dramatische dag. Nu jullie dit kijken is het alweer een tijdje terug, maar het is vandaag dat het gebeurt. Dus vandaag gaan we naar wat filmpjes kijken die ermee te maken hebben. Er staan al best veel filmpjes online van de storm. Dat had ik niet verwacht. We gaan kijken wat we allemaal hebben. Code rood, winterstorm Schiphol, go around. Oh, let's go jongens. Dit is hem. Gewoon in die storm. Gewoon ziek wiebelen. Zelf ben ik niet bang in een vliegtuig. Hij is nu al zo dicht bij de grond dat het bijna dat je niet meer dood kan gaan. Dus I would be alright with this. Oh, als piloot piep je hem dan wel even. Want hij... What? Hij gaat gewoon weer omhoog. Wat? No. Hij zat al met zijn wielen uit om te landen. En hij gaat gewoon weer omhoog. Er kwam waarschijnlijk allemaal wind onder zijn vliegtuig. Oh, dit is kut als piloot, jongen dit. Wat een situatie. Kom op, zet hem op de grond. Hij krijgt zoveel wind dat hij gewoon in de lucht blijft hangen. Hit it! Bam, hij heeft de grond geraakt. Nu remmen. Die wind is ook echt om aan te horen. Je oren gaan dood van de wind. Kijk dan, wat een wiebel. Oh, damn. Een zieke wiebel, mannen. Gaat hij hem hitten? Gaat hij landen? He's gonna hit. Hier viel het wel mee. Bij die andere zag je echt struggle bij het KLM-vliegtuig. Oh, zijn voorstuk staat nog... Zijn voorstuk was nog niet eens op de grond. Zo, hij moet afremmen, jongen. Oh, daar komt het KLM-vliegtuig weer, jongens. Zo, hé! Zie je dat wiebelen? Volgens mij gaat hij niet eens voor de landing. Hij gaat gewoon weer omhoog. Hij skipt de landing. Zo, ja, dan ben je een zweefvliegtuigje, hoor. Hij gaat niet eens voor de landing. Holy shit. That's fucked up voor de vliegtuigs. Deze video van 3 uur gaan we niet beconcluren. Daar heb ik geen zin in. Doden en chaos door zware storm. De Westerstorm. 3 al? Ik dacht 2. 1 in Enschede en 1 in Vuren. In Enschede is het slachtoffer gevallen door een boom die om is gewaaid. Verder chaos in het hele land en de schade loopt in de miljoenen. De westerstorm heeft flink huis gehouden. Het KNMI gaf rond 9:30 vanochtend code rood af voor grote delen van het land. En met name in het verkeer was het goed te merken. Op veel plekken waaide vrachtwagens code rood. Hierdoor moesten verschillende wegen dicht. Oh mijn god. De vliegtuigen hadden het ook zwaar. Op Schiphol moesten veel toestellen een doorstart maken. Rond 11 uur besloot de luchthaven zelfs alle vluchten te schrappen. Een uurtje later kwam het luchtverkeer. Ja, zie je, het vliegtuig gaat gewoon weer omhoog. En denk, fuck dat. Op het spoor was het een drama. Hier bij Halemweiden een boom op een trein. Shit. En rond 11 uur werd een boom op een trein. Ja, treinen konden niet rijden, trams konden niet rijden, bussen niet. 143 km per uur gemeten bij de hoek van Holland. En daar stond windkracht 11. Daar kun je wel lekker in de lucht liggen zo. Daar is windkracht 12 voor nodig. In Scheveningen ging het vanochtend ook goed los. Wat dacht u, een mooi moment om even met het scootertje naar buiten te gaan? Op de pier, dus dat is mooi. Gewoon in de haven, dus vet. Lekker waaien. Lekker waaien. Lekker. We zijn speciaal vroeg opgestaan om even te kijken. Ja, het zal weer niet ontgaan zijn, maar er trekt op dit moment een heuse westerstorm over het land. Ik ben even gegaan om te kijken. Maar in het hele land zijn er maatregelen genomen. Zo, shit. En dat moet ook wel met windsnelheden tot 110 km/u, die hier ook op dit moment worden gemeten. Dus 110 km/u. En nu kun je surfen, jongens. Ik denk dat ze je er meteen eruit halen. Die guy weet ook bijna weg. Ja, je kan hier oplopen nu nog, maar het waait heel hard. Oh echt, het waait heel hard. Uit het hele land stromen heftige stormfilmpjes binnen. En die laten goed zien hoe hard het tekeer is gegaan. Ja, inderdaad. Ja, hier waait volgens mij waaien mensen langs, ja. Oh, geniaal. Oh, sorry, maar dat is echt zo heel grappig uit. Oh, dat dak. Ja, oh, daar gaat hij. Oh! Holy shit. Oh, dit is even met de fiets. Daar gaat zijn fiets. Hij gaf het op een gegeven moment ook gewoon op. Oh, ja, daar staan vrachtwagens. Oh, jee. Waarom zou je dan ook met een vrachtwagen erop willen gaan? En daar gaat een boom. Oh mijn god, wat een dag. Oh! Oh, dat's fucked up, bro. Oh, wat is dat? Ja, daar kan je niks aan doen. Natuur, hè? Een spoor van vernieling achtergelaten. Het Verbond van Verzekeraars verwacht een schade van meer dan 10 miljoen. 10 miljoen? Ah, dat is niks. Dat verdien ik per dag, hè? Storm in the Netherlands. Ja, dit soort film... Ja, het is geniaal. Het is hem nog even los. Die man die waait gewoon weg. Deze gaat waarschijnlijk... Of dat is een vrouw. Die gaat gewoon viral. Oh, deze had ik ook gezien. Met die Dixie. Dixie gaat gewoon echt als een fucking... Als een speer over dat fietspad. En dadelijk wordt hij gewoon weer teruggebracht door een paar mensen. Gevaarlijk dit, man. Echt toevallig dat hij... Ja, hij filmt hier dat... Die... Hij was aan het filmen dat die verkeerslichten helemaal zo bewogen. Iedereen houdt zich ook vast aan de paal. Ja, die rijden van 7 hoog, die vallen gewoon om. Hier gaat er weer een. Hier. Oh, ja, gaat er weer een. Jezus. Oh. Oh mijn god, er zitten allemaal goederen in. Ik hoop dat die leeg zijn trouwens. Dan boeit het niet zo heel veel. Maar anders kunnen er gewoon spullen van mensen in zitten en zo. Maar het zullen vast leeg zijn, ze klonken leeg. Ja, sowieso geldt er natuurlijk een waarschuwing voor vrachtwagens, voertuigen met aanhanger. Vrachtwagens en lege vrachtwagens ook met name. Het stormt natuurlijk flink buiten. En we zien zeker zo op onze dom ook eigenlijk. Al heel veel vrachtwagens die zijn omgewaaid vanwege die harde windstoten. Dus voertuigen met aanhanger, vrachtverkeer, die moeten extra uitkijken. Voor de rest moet je natuurlijk erg oppassen. Jongen, je vrachtwagen die waait gewoon weg, man. Maar ook op flyovers. Zo dom. Het is al zo vaak gebeurd. Dat betekent dat je zomaar zo'n klap en dan alsnog doen. En ja, de Noord-Zuidroute. De wind komt natuurlijk vanuit het westen. Dat betekent dat je aan die kant een extra stootwind... Extra stootwind van het... Zuidwesten. Oh ja, dat is die vrachtwagen die omknikkerde. Dus dat film je dan ook echt net toevallig, hè? Het is allemaal toeval. Hier, oh, dit is ook weer op een brug. Die vrachtwagen dacht, ik ben een vrachtwagen. Ik heb geen spullen achterin zitten. Ik ga even over een brug waar tering hard waait. Gaat dat busje omwaaien? Ja, daar gaat hij. Hoppa! Sukkel! Zo toevallig dat hij dat filmt. Oh no! Hij probeert hem recht te houden. Oh, wat een held! Saved! Saved! Hij gaat gewoon door alsof er niks aan de hand is. Hij rijdt gewoon door. Dan gaat hij stoppen. Oh ja. Ja, dit is hem. Oh mijn god. Wat een kneus. Oh, ja, daar gaat hij. Hoppakee. En hij ligt. Wat een kneus. Deze die staat er echt heel mooi bij. Kijk hoe mooi die gebalanceerd is. Natuurlijk niet mooi voor degene van de vrachtwagen, maar hey, hij was mooi gebalanceerd. Oh shit, die wind, ouwe. Zo, hé. Kijk hoe erg je in de wind kan liggen. Vet, jongen. Kijk, op deze manier is het best onschuldig. Ik snap niet dat mensen nu gewoon met deze storm naar school moesten, maar mensen die... Ik bedoel, alles viel uit en dan moet je wel naar school komen. Oh, dat andere dak was er al afgevlogen. Je zal er maar wonen, jongen. Jezus. Spectaculaire beelden, jongens. Van chaos. Jezus. Wat een gedoe. Oh, het bordje waait. Nee, jongens, hou het bordje tegen. Hou het tegen. Oh, boot. Misschien een goed idee als je niet gaat varen vandaag. Dat paaltje is gewoon permanent omgewaaid. Scooters op de grond. Ja. Gewoon heel het land is ontregeld als er zoiets gebeurt. Maar hey, het zijn allemaal dingen die je niet kan plannen. Want hey, het is natuur. Een natuur wint altijd, jongens. Dakpannen weg door storm. Ja, die dakpannen zijn inderdaad weg. Dat is fucked up. Dat is fucked up. Nou jongens, dat waren alle stormfilmpjes die ik kon vinden. Meer heb ik er voor nu niet. Wel heel erg bedankt voor het kijken. Ja, het is best fucked up. Maar shit happens, you know. Veel dingen gebeurt. Wat vind ik ervan? Ja, dat is kut. In ieder geval, check deze filmpjes naast me, like deze video, abonneer. En ik hoop dat ik je de volgende keer weer kan zien in een nieuwe video. Hoor je al bij de JRRM, dan kan je abonneren. Hey, had ik dat al gezegd? Check deze filmpjes naast me en dan check ik jou. later. Doei!